Nou, ik heb meer mijn vraag, jouw vraag vastgehouden. Wat zijn je angsten? Ik dacht, ik moet... Je houdt vast heel goed. Precies. Nou, waar ik bang voor ben, is dat er zo weinig rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid. Dat er handicapvriendelijk wordt ontworpen. Want het nadeel van transformatie van oude gebouwen is dat ze zich niet hoeven te houden aan de bouwrichtlijnen voor toegankelijkheid. Dus ja, men kan maar doen wat ze willen. Nou, daar ben ik dus bang voor. En ook, er wordt ontzettend veel vernieuwd in de openbare ruimte. Wordt ook daar rekening mee gehouden met de toegankelijkheid. Dat zijn dingen die voor ons belangrijk zijn. En ja, dat zijn allemaal mooie plaatjes geweest. Maar bijvoorbeeld bij oma Ietje hebben we ook ervoor moeten vechten om daar een oprit te krijgen. Of op de Hoekenrodeplein. Is heel mooi ontworpen met mooie trappen en zo. Maar toch zijn er ook mensen die blind zijn of mensen met een rolstoel. Zijn al van zo'n treden afgeflikkerd, zeg maar. Dus dat is dus ook een... Met een paar biertjes op is dat natuurlijk ook helemaal... Ook daar moet in gekanteld worden. Dat mensen het vanzelfsprekend gaan vinden om daar rekening mee te houden. Ja, ben ik helemaal voor. Jongens, want in Londen... Applausje, want in Londen, New York en al die andere steden is het allemaal veel toegankelijker. En dan kan iedereen gewoon biertje drinken. U heeft helemaal gelijk. En u, wat mist u ook, café? Ja, ook wel, ja. Ik wil even nog een aanvulling op wat Carol net zegt. Zuidoost heeft qua openbare ruimte hartstikke veel goede fietspaden. Paden is heel toegankelijk voor mensen in een scootmobiel, rolstoel, elektrische rolstoel. Dus je zou nu ook het VN-verdrag voor de gelijke rechten voor mensen met een handicap is geratificeerd. Zou je daar een flinke slag mee kunnen maken door van Zuidoost echt een goed, heel goed... toegankelijk, een voorbeeld van toegankelijkheid te zijn. Dat vind ik ook een goeie. Ja, heel goed. Applaus, inderdaad. Nou, Arno knikt. Dit zit in jouw marketingplan. Nou kijk, innovatie is een van de hele belangrijke dingen in Zuidoost. Niet alleen op het gebied van energie. Ik noem ook het Innovation Center van de Amsterdam Arena. Ja. Maar wat heel veel mensen bijvoorbeeld ook niet weten, is dat Zuidoost een van de belangrijkste datacenter hubs is ter wereld. Met een van de snelste netwerken, waar er is een miljardenindustrie. En we hebben bijvoorbeeld de directeur van de Dutch Data Center Association. En die wil van Zuidoost echt het Silicon Valley maken met alle kennis op het gebied van datacenter. Oh, okay. Nou, en Amsterdam is sowieso wat dat betreft een van de hoofdsteden van datacenters. Dat is een hele interessante ontwikkeling allemaal. Dus maar innovatie, toegankelijkheid, voor de innovatie op precies. Alle gebieden, denk ik dat we in Zuidoost dat uitstekend doen. Dus dat zou een duwtje zijn naar een toegankelijkheid naar dat kant op. Bijvoorbeeld, ja. En ik denk dat een hele goede tip is, alle stations, alle metrostations op de Oostlijn, die worden nu gerenoveerd, dus zorg dat je daar, sorry? Niet allemaal, oh, nou ja, je kunt niet alles, maar nou. dat... Jawel, allemaal hoor. Allemaal? Ja, alleen gefaseerd, maar daar is natuurlijk heel belangrijk om te zorgen, overschrijden ook allemaal zonnepanelen op het dak, maar dus ook daar duurzaamheid. Goede wegverbindingen, een heel goed fietspad naar de stad bijvoorbeeld. Ja, hè? Een goede snelverbinding. Als een dolle naar de stad. Ja, precies.